أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين In de vorige delen hebben we overleveringen gelezen waarin er een duidelijk verschil is gemaakt tussen de Shiiten en volgelingen van de Ahlul Bayt (sallallahu alaihi wasallam) en de liefhebbers van de Ahlul Bayt. De liefhebbers van de Ahlul Bayt, dat zijn degenen die geloven in hun uh, leiderschap, in de imamen van de Ahlul Bayt, in hun walaya. en hun liefhebben, bevriend zijn met hun vrienden, vijand zijn met hun vijanden. Maar de Shiiten en de volgelingen van de Ahlul Bayt, dat zijn degenen die handelen en praktiseren volgens de leer van de Ahlul Bayt. Zij nemen hun als voorbeeld in hun leven. Hun doen en laten, hun manier van leven lijkt op de manier van leven, op de levenswijze van de profeet en zijn Ahlul Bayt. We hadden een overlevering van Fatima zahra alayha, hierover gelezen. In kun bima emarnaak, als je handelt volgens hetgeen wij bevelen aan jou. Als je afziet van dat waarvan wij jou onthouden. Dat wat wij aan jou hebben verboden. Dan behoor jij tot onze volgelingen. Als je niet zo bent, dan behoor je niet tot onze shiiten. Om een volwaardige shiit te zijn, moet je dus in hun voetsporen treden. Moet je gelijkenissen tonen aan de profeet en de Bayt. Pas dan ben je een volwaardige Shiaïd. Goed gelijkenis tonen aan de Profeet en de Ahlul Bait betekent dat je uh, hun eigenschappen moet eigenen. De belangrijkste eigenschap van de Profeet en de Ahlul Bait is hun dienaarschap, is hun gehoorzaamheid aan Allah subhanahu wa taala. Daarom zijn de shiiten van Imam Ali aleyhi salam uh,

Dan is hij een shiït. Natuurlijk moet hij ook geloven in uh, het leiderschap van de Ahlul Bayt. Maar daarnaast moet hij ook handelen, moet hij gehoorzaam zijn. In zijn leven uh, moeten wij de sporen van gehoorzaamheid aan Allah zien. Goed, in de overleveringen die we tot nu toe hebben gelezen, zijn de algemene eigenschappen. Van de volgelingen van de Ahlulbeet aan de orde gekomen. Algemene eigenschappen: gehoorzaamheid aan Allah, gehoorzaamheid aan de profeet, doen wat de profeet en de Ahlulbeet ons hebben opgedragen, afstand nemen van dingen die zij aan ons hebben verboden en vergelijkbare dingen. Hiernaast zijn er heel veel overleveringen die gedetailleerd de specifieke eigenschappen van de Shiite en volgelingen van Imam Ali hebben uitgelegd aan ons. Er zijn sommige lange opzommingen over de gedetailleerde eigenschappen van de Shiiten. Goed, ik wil een van deze overleveringen aan jullie voorlezen van Imam Sadiq a.s. salam. Hij zegt: "Inna ma Shi'atu man affa batnuhu wa De Shiiten, de volgelingen van Ali a.s. salam, zijn slechts degene die hun maag en geslachtsorgaan onthouden van zondes, onthouden van fouten. Dit is de eerste eigenschap in deze overleveringen, In deze overlevering noemt imam Sadr a .a drie eigenschappen op van de shiite van Ali. Eén, <tieden> van <zondes> Zij zijn degene die hun, geslacht, die hun maag en hun geslachtsorgaan onthouden van zondes. De eerste eigenschap is dat je je lust onder controle moet houden. We mogen niet zomaar alles eten en drinken. We mogen niet onze seksuele behoeftes op elke manier behartigen. Er zijn grenzen aangesteld. Wat mogen we wel en wat mogen we niet eten? Het belangrijkste is dat we niet dingen moeten eten die Haram zijn. Dus we moeten Halal eten. En we moeten niet dingen eten die op een haram manier zijn verkregen. Dingen die op een verboden manier zijn verkregen, die op een niet-halal wijze zijn verkregen, dat mag je niet eten. Op een warme dag, de profeet had gevast, het was een warme lange dag, tijdens iftar stuurde een vrouw genaamd Umm Abdullah een bekertje melk naar de profeet toe. De profeet dronk er niet van en stuurde terug met iemand uh, naar Omar Abdullah toe. En zij vraagt aan haar, waar komt dit melk vandaan? Goed, deze vrouw zei, ik heb het gemelkt van mijn eigen, van mijn eigen schaap. Deze man vroeg, Goed, uh, waar heb je deze schaap vandaan? De vrouw zei, ik heb, het van mijn, ik heb het met mijn eigen geld gekocht. Nee, ik heb Met mijn eigen, eigen nom heb ik dit schaap gekocht. Hierop dronk de profeet van dit melk. Hij wilde eerst zeker weten of deze melk halal is en op een halal wijze, op een toegestane wijze is verkregen. Daarna dronk hij de melk. De volgende dag kwam deze vrouw naar de profeet toe en uh, ging ze een beetje klagen. Hij zei: ja, Rasulallah, ik had medelijden voor u omdat u op een lange, warme dag ging vasten en wilde u wat melk geven uh, om u, zeg maar te helpen om gunst aan u te tonen maar u stuurde het eerst terug naar mij, waarom? de profeet zei, de profeten zijn hiertoe opgedragen om niets anders dan zuiver voedsel te eten, zuiver voedsel de Allah zegt eet van de gunsten die ik, heb, die ik aan jullie heb gegeven, die schoon zijn schoon eten, dat betekent halal eten Dingen eten die we op een halal wijze hebben verkregen. Dit is een belangrijke voorwaarde om een Shiite te zijn. Tweede voorwaarde, tweede aspect, is dat we onze kuisheid moeten beschermen. Ons geslachtsorgaan moeten beschermen van zondes. Onze lust mag niet zomaar zijn gang gaan. We mogen niet losbandig en buitensporig zijn in het behartigen van onze. Seksuele behoeftes. Onze seksuele neigingen. Allah heeft grenzen hier aan gesteld. Allah heeft regels opgesteld waaraan wij ons moeten houden. Wanneer wij onze lust willen bevredigen. En uh, we moeten hierin ijverig zijn. We moeten dit serieus nemen. Op een dag, kijk hoe serieus Fatima tot Zehra. Salam Allah alayhi Op een dag kwam een blinde man. Naar hun huis toe. Naar het huis van Fatima. En ze vroeg om toestemming om naar binnen te komen. Fatima toen bedekt haar zelf van deze man. De profeet vroeg. Ja Fatima waarom bedek je jezelf van hem terwijl hij jou niet ziet. Want hij ziet jou niet. Waarom bedek je jezelf van hem. Ze zei. Als hij mij niet ziet. Goed. Ik zie hem wel. Ik zie hem wel. En als ik me niet bedek. Ruikt hij mijn geur. Kan hij mijn geur ruiken. En dit kan hem uh, op het verkeerde spoor brengen. Dit kan hem dit kan zijn neigingen om zondes te begaan aanwakkeren bij hem. Dus ik bedek mijzelf van hem. Zo oplettend was Fatima to zahra in haar uh, relaties met onbekende mannen, met niet mahram mannen Hierop zei de profeet: <twee> Ik getuig dat jij een stuk van mij bent, dat jij een deel van mij bent. Dit maakt Fatima al-Zahra waardevol. Bij Allah en bij de profeet. Zij was niet een deel van de profeet en waardevol bij de profeet omdat zij, haar doch, omdat zij uh, zijn dochter was alleen. Nee, ze was een gelijkenis. Ze toonde gelijkenissen met de profeet. Goed, de profeeten en de imams hadden veel kinderen. Sommige van hun kinderen waren zelfs afgedwaald van het rechte pad. Maar Fatima zahra was niet alleen afgedwaald van het rechte pad, zij toonde gelijkenissen met de profeet. صلى الله عليه و اله و سلم dit was de eerste voorwaarde. عفى بطنه و فارجو. Een volgeling van Imam Ali صلى الله عليه و سلم. Inما شياطو Ali is slechts die uh, zijn maag en zijn geslachtsorgaan onthoudt van zondes.